En bovendien, het is echt heel leuk hoor. Je leert je buurt kennen. Politici, BN'ers, influencers, die horen we echt al genoeg. Dit is jouw moment, want West geeft jou spreektijd. Kent u dat? Er wordt gebeld. Een koerier met een pakje in zijn handen vraagt of ik dit voor de buren wil aannemen. Ik ben met pensioen en daardoor vaak thuis. Dus waarom niet? Ik neem het pakje wel aan. Op een dag vertelt een opmerkzame koerier dat ik hier iets mee kan verdienen. Hoewel ik de pakketjes aanneem voor een leuk praatje, is een extra zakcentje nooit weg. Nu ben ik een echte buurtpunt geworden. Mensen kunnen bij mij hun pakjes halen en brengen. Maar dat gaat niet altijd goed. Soms vragen die buren een extra stukje plakband voor hun pakketje. Of ze zijn hun legitimatiebewijs vergeten bij het ophalen. Voor die mensen heb ik een sorrypotje gemaakt. Hier kunnen ze dan een donatie in doen. Dat houd ik niet voor mezelf hoor. Maar ik doneer het aan een kinderthuis in Polen. Het zou super zijn als er nog meer mensen een buurtpunt starten. Want het scheelt een hoop extra bezorgwerk voor die koeriers. En bovendien, het is echt heel leuk hoor. Je leert je buurt kennen. Groeten, Bram.